Erik is zo'n speciale man altijd geweest. Ook in privéleven, maar ook bij hem opgezocht in Hawaii. Dus ja, een hele dierbare man. Doet deze musical recht aan de Erik die u kent? Ja, ik denk het wel. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ja, ja. Ja, dat zei ik u net ook al. Hè? Dat hij altijd opkwam voor de underdog en de kwetsbare mensen in de samenleving. Dat krijg je ook zo mee met de musical. En hij stond, ook altijd, hij stond hier ook achter, hè? Achter het project. Helaas overleden gewoon net te vroeg, maar hij heeft hier altijd achter gestaan. U heeft ook een kind naar hem vernoemd. Voedt u ook een kind met dit verhaal op? Oh, ja. Zeker. Ook opkomen voor de underdog in de samenleving. En de kwetsbare mensen. Ja, bij hem zit dat er wel meer in. Ja, dat zit er heel erg in bij onze zoon ook. Ja. Nou, ik denk dat het uniek is in Nederland en ik vind het fantastisch. En het is zo mooi dat er nog steeds zoveel bezoekers komen en zoveel mensen ervan kunnen genieten. Nou ja, hoe vindt u het om hier bij de Soldaat van Oranje een verjaardag te vieren? Nee, kijk eens, het was een feest. Het was echt de mooiste verjaardag die ik in al die jaren heb gehad. Het was een feest hier te zijn. En ook wat ik ook zo emotioneel vond, niet alleen het verhaal, maar ook dat al de oude castmembers eigenlijk voor 12,5 jaar, nou, ik weet niet of ze allemaal waren, maar er waren er wel veel, allemaal er waren, ik vond het een prachtige middag. En mij,